begin, de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij, niet langer in geborgenheid verborgen. Goede tijden, slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee, het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Jij hebt een kwart van onze aandelen gekocht. Dat kan helemaal niet. Het is toch echt waar? Waarom zou ik liegen? Als het een grap is, is het een hele smakeloze grap. We verkopen niet aan derden. Eruit. Lees maar. Dat bewijst helemaal niks. Ik weet goed of vervalsing zijn, jouw kennende. Zal ik niet te hard zeggen. Ik zal de bank bellen. Daarna gooi ik je eruit. Je doet maar. Nee, ik heb Harmsen gevraagd of hij vandaag voor partij wou spelen. Maar de cadeautafel, we moeten de tafel nog versieren. Zal ik dat doen? Nee, dat doe ik dan. Oh. Hallo. Hallo. Kom binnen. Hallo. Het is hier nog een beetje puinhoop, maar leuk dat jullie er zijn. Oh, het ziet er leuk uit, zeg. Willen jullie wat drinken? Oh, zal ik even? Nee, dat doe ik wel. Jij bent gast. Ja, die kratten moeten daar weg. Zo kan toch niemand er doorheen? Als we ze daar neerzetten, kunnen we niet meer bij de ijskast. Meneer Harmsen, kunt u zo al met drankjes rondgaan? Ja, natuurlijk. Het komt eraan. Nou, jullie hebben het gehoord. Schiet nou toch een beetje op. Pak die bladen. En een beetje tempo graag. Als hij nog één keer een beetje tempo zegt, dan draai ik hem zijn nek om. Ah, eindelijk. Dag, Merk. Nou, nu kan het feest. Dames en heren, het bruidspaar. Was het? Waar zijn jullie geweest? Dierentuin. Dierentuin? Ja. Moest je daar? Daar hebben we statieportretten gemaakt. Oh. Bij de pinguïns. Bij de pinguïns. Nou, dat is toepasselijk. Ja? Dat is een hele mooie arm. Nou, kijk dan wat je doet! Oh, wat een mooie taart. Ik ben benieuwd wie er nu uitkomt. Dank je, man. Zullen we het samen doen? Nu? Nog een bloemetje. Nee. Gaan we? Ja. Zo? Nee, ik wil dat u dat voor mij uitzoekt. Ik wil het zeker weten. Aan wie? Maar van wie heeft hij ze gekocht? Die ken ik niet. Dit kan ook helemaal niet. Geen van die aandelen was in handen van derden. Oké, ik hoor van u. Ik zei het toch? Wat moet jij met aandelen AA en F? Jij was toch nooit zo in ons bedrijf geïnteresseerd, dacht ik. Het is een goede investering. Nou, de reclamesector ligt op dit moment niet al het best, hoor. Dus zakelijk gezien lijkt het me niet zo verstandig. Daarom waren die aandelen ook zo goedkoop. Hoe harder jullie werken, hoe meer ik eraan verdien als ik die aandelen weer verkoop. Ik wens je veel succes. Van wie heb jij die aandelen gekocht? Moet jij dat aan mij vragen? Prettige dag verder, Jeff. Kijk, lang en gelukkig, dat geloof ik allemaal wel. Maar Roos, jij moet beloven dat je niet meer in jezelf praat als je aan het studeren bent. Dat is echt heel irritant. Nee, dat is echt zo. En ik weet wel dat Arnie ontzettend veel van je houdt en dat hij het daarom niet tegen je durft te zeggen. Maar het blijft irritant, dat je het wel weet. En Arnie... Dan gaat het niet weer over dat grootste diepertje. Ja, mooi wel. Ik ben je huwelijk aan het redden. Nee, ik heb met jullie allebei samengewoond, dus ik kan het weten. Heb je met allebei een verhouding gehad? Nee. Mag ik iets zeggen? Ik vind dat je... Nou, ik wilde alleen maar zeggen dat ik vind dat we daar ons niet mee moeten bemoeien. Hoe Arnie en Roos met elkaar zijn getrouwd. Dus let maar niet op wat Anita zegt en ook niet op wat ik zeg trouwens. Roos en Arnie. Ja, proost. Proost. Hoorde jij de bel?
Ik dacht dat de deur open stond. Nee, ik hoorde niks. Oh. Verwacht je Tessel? Ja, ze had een operatie. Ze wist niet of ze het zou halen. Misschien is het maar beter dat ze niet komt. Ik begrijp niet wat je bedoelt. Nee, dankjewel. Wat vervelend van Simon. Ja, ik ben niet zo in de stemming. Heb je al naar huis gebeld? Ja, al 3 keer. Ik heb ook een boodschap ingesproken. Maar... Heb je al wat gehoord? Nee, nou, hou er maar over op. Hè? Ik begrijp ook eigenlijk niet wat ik hier doe. Hier. Hé, hey, Janine! Laat hem even. Laat hem even. Linda, wat is er? Je hebt de hele weg niets gezegd. Vind je gek? Wat is er gebeurd? Zag je niet wat ze deed? Wie? Laura. Ik wilde haar een hand geven en ze negeert me gewoon. En ook nog op zo'n manier dat Robert me niet eens gezien heeft. Ja, maar het gaat toch niet om Laura? Annie en Roos waren toch blij om je te zien? Ja, dat weet ik wel. Ze doet net alsof het allemaal mijn schuld is, weet je? Terwijl ze zelf... Nou ja, ik heb gelukkig niks meer met die familie te maken. Ja, je gaat zeker niet naar de receptie. Nee, natuurlijk niet. Ik pijs er niet over. Ik ga me nog een keer voor pa laten zitten. Robert zag er zo zielig uit. Als er iemand is die niet in een rolstoel hoort, dan zei het wel. Ja. Moet jij niet omkleden voor de receptie? Nee, als jij hier blijft, ga ik ook niet. En Stan dan? Jij kan toch makkelijk gaan? Niemand zal jou verwijten dat je hun huwelijk om zeep hebt geholpen, hoor. Vind je het echt niet erg als ik alleen ga? Nee, kom. We zijn niet getrouwd. Mevrouw Alberts. Ja? Ik vind het ontzettend vervelend dat ik u hiermee moet lastigvallen. Maar die meneer Harmsen, daar kunnen we niet meer mee werken. Ik ga wel even met hem praten. Ja. Hallo. Mag ik even bij je komen staan? Ja, tuurlijk. Goh, dus jullie zijn getrouwd. Ja. Heeft Jeff... Ja, ik weet het van Jeff. Dat jullie een verhouding hebben gehad, bedoel ik. Ja, ik werd zo nerveus van het gedraai om elkaar heen. Ik denk, ik kom maar even kennismaken. Ja, tuurlijk. Ja, ik wist natuurlijk wel dat Jeff getrouwd was, maar het is natuurlijk toch een beetje een vreemde situatie. Ja. Zeg, waar is Jeff eigenlijk? Ja, dat vraagt me eigenlijk ook af. Hij moest nog even naar de zaak. Ah, de moeder van de bruid. Enchanté. Dames en heren. Annie en Roos. Mag ik even de aandacht? Anita. Ik zeg helemaal niets. Lieve Roos en Arnie. Ten eerste wil ik even zeggen dat ik het een grote eer vind dat ik jullie getuige mag zijn. En omdat we willen dat jullie huwelijk een perfecte start maakt... In de ideale omgeving... en dat is misschien nog wel belangrijker onder de ideale weersomstandigheden... daarom hebben wij een reis voor jullie geboekt. En Anita komt nu met een koffer en daar zit alles in wat jullie nodig hebben. Wat is dit? Nee! Heel goed. Hallo. Hallo. Oh. Hoe was het? Enig. Ze hadden zo'n leuke ambtenaar. En Robert was er ook. Het was enig. Oh, je hebt lunch gemaakt. Ja, je zou wel honger hebben. Ik ben eigenlijk back-up. Ik wilde even slapen. Straks die receptie ook nog. Oh. Het spijt me. Heb je echt staan koken? Nou, het geeft niet. We kunnen het wel een andere keer opeten. Ik vind het echt niet erg. Ik vind het heel erg. Zal ik je hoed even ophangen? Nee, ik doe het zelf wel even. En Roos zag er zo mooi uit. Ze straalde helemaal. Laura trouwens ook. Ik kreeg echt zin om te trouwen toen ik Roos zo zag. En je weet het, hè? Je hoeft het maar te zeggen. Italië! Ik ben gewoon in Italië, jongens. Italië. Ja! Hart! Ja. Jongens, er kan gedanst worden. 2, 3, 4. Get up, get on. Get up, get on. Stay on the scene. Get on. Like a sex. Dit moment vraagt om vette romantiek. Hé, hey, wat ga je doen? Laat me nou maar. Nee, ik laat je niet.
Ik ga kijken waar Simon is. Als hij thuis is, dan doe ik hem wat. Simon is niet thuis. Het volgende vliegtuig komt morgen pas. Ja, nou, dat kan me niet schelen. Dan raak ik wel ergens tegen een boomstandsgroep of zo. Marieke, ga alsjeblieft naar binnen en laat me met rust, oké? Ik moet jullie spreken. Heb je iets van Simon gehoord? Er is nog niks gebeurd? Nee. Is zijn vliegtuig vertraagd? Of? Nee, maar ik dacht misschien heeft hij wel naar kantoor gebeld. Nee, maar heb je naar zijn hotel gebeld? Nee. Nou, doe dat dan. Boven. Ja, maar het is helemaal in eigen... Ja, nee, doe dat nou maar. Ik moet je spreken, Robert. Ja, jongens, we gaan niet de hele middag over werken praten. Nee, natuurlijk niet. Nee, mevrouw, ja. Mijn zoon is getrouwd. Heeft u even tijd, meneer Harmsen? Heel even dan. Ik ben heel tevreden over u. U heeft alles echt perfect geregeld voor vandaag. Waarom gaat u zelf niet even wat drinken? Oh, nee. Er is nog zo ontzettend veel te doen. Volgens mij kunnen de meisjes dat heel goed zelf aan. Nou, dat zijn hele luie meisjes, hoor. Ik moet ze alles uitleggen. Nou, dan springen wij toch bij als alles in het 100 loopt? Nee, Sylvia heeft gelijk. We moeten nou eens niet over kantoor hebben. We drinken op het jonge geluk en niks anders. Ja, maar... Nee, geen gemaar. Weet je, Jeff? Ik heb het heimelijke gevoel dat door dit huwelijk... het ook weer goed komt tussen Laura en mij. Van Houten? Met Martine. Ja? Hoe gaat het met je? Uitstekend. En met jou? Niet zo best zeker. Jezus, Frits, doe niet zo lullig. Martine, ik heb al niet zo zin om met je te praten. Als je zo gaat beginnen, dan hang ik meteen weer op. Nee, niet doen, alsjeblieft. Kan ik voor je doen? Je moet me helpen, Frits. Het is een beetje moeilijk om door de telefoon uit te leggen wat er aan de hand is. Mag ik even langskomen? Ben je er nog? Ja. Nee, ik zat even na te denken. Het hoeft maar even te duren, Frits, alsjeblieft. Wat zeg je? Kom het eind van de middag maar even langs. Fijn. Dank je wel. Daniel. Ja, wij vinden dat je ouder bent geworden. Dat is aardig bedoeld, joh. Volwassener. Ja. Oh, maar ik vind hier helemaal niks veranderd. Iedereen is nog precies hetzelfde. Terwijl jij mondaine Parisienne werd. Ja, maar van binnen, hè? Ben ik van binnen ook veranderd? Nee, natuurlijk niet. Je bent nog steeds dezelfde lieve Mirjam. Oh, lief dat je dat zegt. Daniel, kan ik je even spreken? Jeff. Jeff, Anne wil als met je praten. Je loopt sinds weg. Geef niet hoor. Sylvia en ik hebben inmiddels uitgebreid met elkaar kennis gemaakt. Oh. En Pijn, leuk. Hoe gaat het met je? Prima. Anne vertelt dat ze verliefd is. Zo? Ja, ze zal het jezelf even vertellen. Ik zie jullie zo, hè. Mooi, op een Canadees. Ja, nou, ja. Doe maar niet zo verbaasd. Het leven gaat toch door. En in Canada wonen ook mannen. Ja. Nee, ik ben blij voor je. Is het serieus? Bedoel je of ik ga trouwen? Oh, zoiets, ja. Nou, dat weet ik nog niet. Ik vind het heel leuk je weer te zien. Je bent niks veranderd, dat doet goed. Ik heb nog steeds heel prettige herinneringen aan die tijd, weet je dat? Ja. Ah, u komt voor de bruiloft, neem ik aan. Daniel is de naam. Tessel. Hallo. Hey, hallo. Je hebt het toch nog gehaald? Ja, het is gelukt. Waar is het paar? Tessel. Gefeliciteerd. Dank je. Ik blijf niet lang, hoor. Onzin, kom mee. Wat leuk dat je er bent. Zo. Wacht, zal ik hem even opspelen? Ja. Zit hij? Nee, ik kan het niet goed zien. Kom even naar het licht. Het is heerlijk. Zal ik het zelf even doen? Ja, dan pak ik even de jas. Heb je al een taxi gebeld? Ja, die komt eraan. Zo. En? Heel goed. Vind je de kleur mooi? Ja, perfect.
Nou, oh, kijk eens aan. Dat is lekker, man. Ja. Ik kan het bezorgen. Hé, hé. Wat heb je al die tijd gedaan, joh? Vanavond is goed. Oh, op die manier. Heb je voor vanavond weer iets anders? Nou, zeg, doe ik mijn best deze. Nou, je ziet de schitterend uit. Hey, wacht even, mijn cadeau geven, ja. Nou, voor jullie allebei. En ik hoop dat jullie heel erg gelukkig worden. Nou, dank u, vriendelijk. Heel erg bedankt. Hoe gaat het met Robert? Goed wel, denk ik. Ja. Zo te zien heeft hij nergens last van. Daniel. Daniel, kan ik je even spreken? Oh, nee, niet weer. Hè? Luister, ik was vanmiddag op kantoor. Er is zoiets vreemds gebeurd. Daar zat Frits van Houten ineens. Frits van Houten? Had hij een afspraak? Nee! En wat moest hij dan bij ons op kantoor? Hij beweert dat hij... Ja, ik kan het er nou even niet over hebben. Ik wil niet dat Robert het hoort. Niet vandaag. Kan ik me voorstellen, maar... Directieberaad, heren. Ik had het al zo verboden. Nee, bij David. All right, thank you. En? Hij is 2 dagen geleden vertrokken met al zijn apparatuur... en daarna heeft niemand hem meer gezien. Dus hij is wel onderweg naar huis? Nee. Er liggen nog allemaal spullen van hem op zijn kamer. Hij heeft nog niet betaald. Ze hebben geen idee waar hij is. Maar hij wist toch wel dat hij vandaag hier moest zijn? Ja, nou... Die mensen van het hotel zeggen dat hij daar ergens nog moet zijn. Ze hebben op zijn kamer gekeken en er liggen nog allemaal checks en andere belangrijke spullen van hem. Wat raar. Hallo. Hoi. Gefeliciteerd. Dank je. Dank dat jullie er zijn. Ja. Echt, ik kan het gewoon niet aanzien, vuile oplichter. Moet je nou kijken? Ja, haal hem maar op. Als je het er niet snel vertelt, dan vertel ik het er zelf wel. Als je het maar laat. Hé, hey, daar is Helm. Hé, wacht even. Ik heb nog niet alles verteld. Frits van Houten heeft 25% van de aandelen in handen. Wie zou dat verkocht hebben? Ik denk niet dat Suzanne dat gedaan heeft. Nee, die zou zoiets nooit doen. Jenny, heb je Simon bereikt? Daniel, ze weten niet waar hij is. Hij heeft allemaal spullen achtergelaten in het hotel. Hij is weg. Stil dan maar. Nee, je hebt je lang genoeg groot gehouden. Zal ik je naar huis brengen? Ik weet niet of ik nog terugkom. We hebben het er morgenochtend over, oké? Nee, blijf jij nog maar hier. Je kan toch niets voor me doen? Laten we nou maar gaan, hè? Kom maar. Weet u dat ik u altijd een heel erg lieve en beschaafde vrouw heb gevonden? Haar vindt toch niet erg dat ik dat zeg, hè? Nou, ik kan het u moeilijk verbieden. Meneer Harmsen, ik geloof dat mevrouw Oros u zocht. Nee, dat kan niet. Ze heeft me de hele dag vrijgegeven. Oh ja? Ja. Ze zocht u echt, hè? Oh. Zet tot... Tot zo dan, hè. Je hebt me gered. Graag gedaan. Zo, Mickey. Nou, mijn compliment, hoor. Oh, ja, bedankt. Helen vertelde me dat je een nieuw schandaal op het spoor bent. Ja, dat klopt. Dat is wel wat voor jou, hè, de onderzoeksjournalistiek. Ik ga even een drankje halen in de keuken. Hallo, hè. Waar zit Arnie uit? Wie zijn ze gaan het verkleden? Mevrouw, wat zocht u mee? Jongens, ze gaan weg. Iedereen naar buiten. Oh. Nu al? Komen jullie? Ga maar, we komen eraan. Niks. Ja, dat zou wel al te mooi zijn. Wat moeten we nou doen? Weet je wat ik nou niet kan vatten? Dat hij nergens een bericht heeft achtergelaten terwijl hij weet dat we hem verwachten. Ja, waarschijnlijk zit hij
kilometers ver van de bewoonde wereld vandaan. Ik ben de hele dag zo kwaad op hem geweest. Stel je nou toch voor dat hem iets is overkomen? Nee, joh. Misschien is hij wel verdwaald en is hij in een Eskimo-dorp terechtgekomen. Er zijn helemaal geen Eskimo's op IJsland. Maak jij je nou ooit wel eens ergens zorgen over? Ja, sorry, dat was ik even vergeten. Wat was er eigenlijk met jou en Jeff vanmiddag? Wanneer? Nou, vlak voordat we weggingen. Jeff leek zo gestrest. Nee hoor, niks om je zorgen over te maken. Kijken wie het volgende slachtoffer wordt. Mam, mam, je moet er ook bij. Met een beetje als een tuin niet vangen, hè? Zou je me naar binnen willen brengen? Ik voel me niet goed. Gaat het? Zo jong, gaat het een beetje? Ja, ik heb wel trek in een borrel. Haarlijk voor je, maar ik wil wel morgenochtend met je praten. Dat is goed. Wij gaan. Jullie laten me toch niet alleen? Moeten we nog even helpen opruimen? Nee, jullie moeten nog wat drinken. Jeff, neem nog wat glazen mee. Nee, bedankt. Oh, ik begrijp het niet. Vanmiddag voelde ik me nog prima en nu... Ik ben zo duizelig. Mevrouw Helmink, voelt u zich niet lekker? Nee, ik moet alleen maar even zitten. Zeker te veel gedronken. En het is griep, nog steeds. Hanny, laat mevrouw Hafkamp maar binnen. Hallo. Ga zitten. Wil je wat drinken? Nee, dank je. Nou, vertel het maar. Je hebt waarschijnlijk gehoord dat ik ontslagen ben. Ik heb nog geprobeerd om het aan te vechten, maar het heeft geen zin. Ik probeer natuurlijk wel uit te halen wat eruit te halen valt. Kan ik me voorstellen. Maar wat kan ik voor je doen? Frits, ik ben geruïneerd. Niemand wil meer met me praten. Ik kan nergens bij. Ik heb een vriend nodig. En daarom dacht je aan mij? Jezus. We krijgen een kind, Frits. Dat heb ik vaker gehoord. Het is van ons allebei. Dat kan je niet blijven ontkennen. Je moet me hier uithalen. Frits, alsjeblieft, wil je me helpen? Hoe zie ik eruit? Verschrikkelijk. Oh, god. Nou, rustig maar. Zo erg is het nou ook weer niet. Zeg, waar zit Laura eigenlijk? Oh, ik zag haar net de keuken ingaan, geloof ik. Je bent mij de
en blijf toch zitten. Ja, het gaat wel weer. Ik wil even afscheid nemen van Laura. En dan... Helen! Helen, haal een dokter. Je ziet toch dat ze niet bijkomt?